En de derde keer was echt van, Laura, hombre! Een hele goede morgen. Welkom bij weer een gloednieuwe dagvlog. Het is inmiddels al 12 uur. Ik ben vandaag om 9 uur opgestaan. Alles schoongemaakt. Ik ben nu pas klaar, want het huis was echt een enorme troep. Nou, die was hier natuurlijk vorige week. En daarna waren dan vrienden geweest van Tony. Dus ik kwam hier echt in een soort enorme rotzooi. Tony heeft me een beetje geholpen vanochtend. Maar de rest heb ik toch echt zelf gedaan. Wat heb ik aan? Mijn nieuwe shirt die ik mocht houden na onze reis naar Ibiza. Het is echt zo'n heerlijk suède stofje. Wel een beetje heet, maar ik vind hem zo tof. Er staat Bad Girl op. Van die lekkere lange mouwen, lekker vintage. Maar goed, wat ga ik doen vandaag? Er staan verschillende dingen op de planning. Eerst moet ik even ontbijten, want dat heb ik ook nog steeds niet gedaan. Of in Nederland zou het meer lunchen zijn. Vervolgens moet ik naar het toeristenkantoor. Toeristenkantoor? Nee, het buitenlanderkantoor. Ik weet niet hoe het heet. Het heet Oficina de Extranjería. En daar ga ik een Spaans Sofie-nummer aanvragen. Dus dan begint het ineens toch wel heel serieus allemaal te worden, jongens. Dat heel spannend. En voor de rest, ja, er staat veel werk op de planning. Ik moet een Subway video editen. Wat moet ik nog meer doen? Ik moet de video van morgen natuurlijk editen. En ik wil ook alvast een idee uitwerken voor de Spaanse video van deze week. Dus dat. Ik weet niet of het heel interessant gaat worden qua vloggen, maar dat zullen we zien. First things first. Koffie. Need it. Ik heb besloten om weer een broodje te halen bij mijn favoriete bakkertje met broodjes van 1 euro. Oké, daar zijn ze al. Lekker! Muchas gracias! Ik heb een Catalana besteld. Dat betekent een extra groot broodje. Met Spaanse ham, dus serrano ham, tomaat en olijfolie. Oh, lekker. Ik kon het niet laten. Ik heb zo'n honger. Het is inmiddels ook al 1 uur. Dus die gaat erin. Jeetje minetje. Ik heb maar geluk dat Tony last minute nog met mij mee kon. Want we gaan echt van hot naar her. Ik was dus in eerste instantie naar La Oficina de Extranjería gegaan. Dat stond ook op internet dat ik dat moest doen. En toen bleek dat ik daar helemaal niets moest zijn, maar dat ik bij de politie, de nationale politie, moet zijn. Dus daar gaan we nu heen. En ja, het kon eigenlijk wel logisch zijn, want ik ben natuurlijk gewoon lid van de Europese Unie. Dus ik zou overal in Europa mogen wonen. Maar dat was niet zo duidelijk aangegeven op internet. Dus lekker weer. Het is inmiddels ook al 2:30, we hebben nog een half uurtje en ik hoop dat het lukt. Maar de politie die zei al tegen mij van ja, het is echt chaos daar. Dus be prepared, neem water mee. We shall see. Seriously. Daar ben ik weer, eindelijk weer thuis jongens. Wat een gedoe. Echt weer typisch Spanje. Uiteindelijk moesten we dus online een afspraak maken. En die hebben we gemaakt voor dinsdag, amor. Cuando vamos a ir? En martes, no? Oké. Nou ja, dat dus. Ik heb gelijk even boodschap gedaan. Ik ga het heel lekker bereiden. Zal ik je even laten zien. Wat ga ik maken? Tortellini met vlees. Dus ik had echt liever met kaas erin gehad. Maar die verkochten ze niet. Met kip. Spinazie. En prei. Misschien kennen jullie dit wel. Van de vlog met Nadie in Amsterdam. Heel leuk terug alweer. Toen maakten we ook dit gerechtje. Dus daarvan heb ik mijn inspiratie. Lekker. Ik ben benieuwd wat hij ervan gaat vinden. Dit ziet er al zo goed uit. Yay. Daar is het resultaat, jongens. Zoals je ziet heb ik voor mezelf best wel weinig opgeschept. Maar het vult enorm dit. Er zit heel veel kaas in. Heel veel roomkaas. Dus ik vind het wel even goed zo. Ik heb ook niet echt honger. Het is nu 3 uur. En 3 uur terug hebben we best wel flink ontbeten. Ik ben heel benieuwd of Tony dit lekker vindt. ¿Qué crees así a primera vista? No lo sé. A primera vista creo que quema mucho. Ay. Y otra vez. Con el puto juego. Creo que va a estar rico. Venga. Ahora me lo dice, ¿vale? Ben ik weer, guys. Ik heb heel de middag, na de lunch heb ik zitten werken en editen en doen. Ik heb mijn video voor Subway af. Het is wel leuk geworden. Ik zal hem jullie even laten zien. Even kijken. Oh, hij staat ook echt zo'n lekker moment stil. Nou, ons favoriete Subway broodje? Easy. We pakken een honey oat broodje en een pulled chicken op. Dat is namelijk enorm lekker en boordevol eiwitten. Vervolgens laten we het broodje heel even knapperig worden in de oven. Dit ruikt al zo goed. Dan gooien we er 2 goede scheppen avocado bij voor de goede vetten. Gevolgd door wat spinazie, want dat zit bomvol vitamintjes en voedingsvezels. Last but not least doen we er zoveel veggies bij als maar kan. En voilà. Heerlijk en oh zo verantwoord. Wat is jouw favoriete Subway broodje?
Nou, was dat niet leuk? Precies, ben ik een beetje opgetut, want ik moet de deur weer uit. Ik kreeg net van Tony te horen dat er een pakketje voor me ligt beneden. Ik verwacht dat het laatste pakketje is van de winactie, dus ik ben heel excited. En voor de rest ga ik even de papieren uitprinten. Ik heb dus een afspraak kunnen maken online voor morgen. Voor mijn Spaanse Sofie-nummer, dus ik ben benieuwd. Het is echt super ingewikkeld. Het is ook echt niet in het Engels, alleen maar in het Spaans. Maar ik had dat gelukkig Spaans spreek. Maar stel je voor, je doet dat niet. Hoe kom je daar ooit uit? Ik heb denk ik het juiste formulier gedownload, maar ook dat is nog maar de vraag. En ja, we zullen zien of het morgen goed komt. We hebben al om 9 uur zochtend een afspraak, echt, oh god. Het is nu inmiddels 6 uur, om 9 uur heb ik weer een Muay Thai training na 4 dagen rust. Dus ik ben heel excited. En ja, dat. Laten we snel gaan. Me cansé de echarte de menos, durmiendo en la misma cama, separados por... Nou, dan ben ik weer geweest naar heel veel gedoe. Ik hoop dat het goed zit met de papieren, maar dat zie ik morgenochtend wel. Het pakket is helemaal ingedeukt. Oh ja hoor. Kijk, dit ziet er al beter uit jongens. En ik ga me hier nog niets verklappen, alleen dat er een heel tof cadeau van Essex bij zit. Yay! Oké, vriendelijk vriend, ik dacht het wel even leuk om dit te filmen. Ik heb over precies een uur Muay Thai. En ik denk dat ik toch met mijn nieuwe bokshandschoenen ga boksen. Ik vind het heel spannend. Maar nu zat ik dus met dit. Want er zit ook weer zo'n wristband bij. En omdat dit een iets duurder is, is die echt enorm lang. En ik had echt zoiets van, wow, hoe ga ik dit allemaal om één hand wikkelen? Moet je zien. Het is echt insane veel. Maar dat ben ik dus even aan het oefenen, want ik wil daar niet voor schut staan. En ik heb al een keer iemand op hulp moeten vragen. En ik dacht, ja, ik laat jullie gewoon even zien in fast forward hoe ik dat doe. Het lijkt echt net alsof ik een gebroken pols heb. In vergelijking met die andere band was het echt niks. Want toen kon ik nog helemaal zo doen. Maar hier kan ik gewoon echt niks mee. Wat natuurlijk goed is. Want als je slaat, dan heb je meer ondersteuning hier en hier. Ik hoop dat mijn handschoen nog past. Nee, ze denk ik wel goed. Heftig. Heel heftig. Fighting low. Ik vind het nog steeds grappig. Oh, wat je luck. Ik ga er zo van door. Ben ik weer, guys. Zoals jullie kunnen zien heb ik me lekker gedoucht. Dat kan je eigenlijk niet zien. Het lijkt gewoon alsof ik naakt zit. Maar nee, ik heb mijn handdoek om. Don't worry. De training ging echt zo enorm chill. Het was zo nice. Ik moet wel toegeven, op een gegeven moment werd de trainer een beetje boos op me. Toen dacht ik, oh ja, oh, het is wel echt een strenge man. Het was trouwens heel onterecht, want ik had dus echt vet veel geoefend thuis. En toen zat ik daar met die enorme band en het lukte maar niet. En toen moest ik hulp aan iemand vragen. En toen heeft hij het me uitgelegd, maar daardoor was ik iets later. Dus toen ik mijn tweede hand aan het omwikkelen was, want nog fout ging ook. Toen was iedereen al aan het opwarmen en dat betekent dat je een beetje in de lucht moet slaan. En toen was het echt zo tot 3 keer aan het doen van, Laura, wat ben je aan het doen? En iedereen kijken. En de derde keer was het echt zo van, Laura, hombre! Dat betekent zeg maar, Laura, man. Maar van, man, wat ben je aan het doen? Ja, dus dat was niet zo fijn. Hij heeft in ieder geval geen medelijden. Wat ook wel weer goed is, daar word ik hard van. In de tussentijd ga ik lekker even deze enorme bak Krusli opeten. En mijn video afmaken. Dit is trouwens niet de video. Ik heb het over de vlog. Ja, hier. Dus, dat. We zitten gezellig op de bank. Prison Break te kijken, eindelijk weer. Deze doos heeft haar vlog weer eens niet afgesloten. En dit is wel heel ironisch, want de dag van deze vlog nam ik een filmpje op voor de vlog van die week daarvoor. Dat ik de vlog niet had afgesloten. Dus het lijkt erop dat ik elke maandag standaard mijn vlog niet afsluit. Anyway, ik had een comment over de dagvlogs. Ik heb wel eens vaker gevraagd van, ja, wat vinden jullie nou van de dagvlogs? Vinden jullie het saai? Vinden jullie het leuk? En over het algemeen merk ik dat er wel echt hele positieve reacties op komen. Ik vind het zelf ook heel prettig om te doen. Ik merk dat het echt een lifestyle is geworden. En dat ik het vloggen veel leuker vind. Nu ik het echt elke dag doe, dan dat ik het bijvoorbeeld één keer per week doe. Ik merk
dat ik meer film. Voorheen dacht ik vaak van, nou, ik heb niet zo'n zin om te filmen. Ook al was het iets leuks om te filmen. Dus ja, voor mij is het heel positief. Toch merk ik ook, vooral de afgelopen tijd, nu ik vaker in Spanje ben, dat mijn vlogs ook een beetje warrig worden. En dat ik wat rare uitspraken af en toe doe. En dat komt één, omdat ik gewoon echt af en toe een beetje in de war raak van al dat Spaans en dat Nederlands. Soms gebruik ik uitspraken die je in het Spaans wel kan gebruiken, maar in het Nederlands niet en andersom. Wat heel slordig klinkt en heel dom overkomt ook. Terwijl, ik ben niet dom, maar zoveel talen door elkaar. Dat is gewoon echt brainwashing af en toe. Dus ja, ik wil jullie even laten weten dat ik de komende tijd erop ga letten. En dat ik gewoon echt iets bewuster ga vloggen. Dus in plaats van mijn camera erbij te pakken en direct gewoon maar te ratelen, ga ik iets meer nadenken over wat ik zeg. Niet dat het nep wordt, integendeel. Maar ja, zoals je van me weet, ben ik nogal chaotisch. En af en toe brabbel ik echt maar wat. En dan zeg ik gewoon hele rare dingen. En dat is niet goed voor mij, niet goed voor mijn taal. En ook niet voor jou als kijker. Want straks begin je net zo raar te praten als ik. Dus dat was even een side note. Sorry daarvoor, ik wil helemaal niet rommelig overkomen. Maar ik ben nou eenmaal wat rommelig. Maar sinds ik in Spanje woon en gewoon heel de dag Spaans praat, is het wel een tikkeltje erger geworden. Dus daar ga ik nu op letten. Ik moet wel zeggen dat ik de laatste tijd de vlogs wel echt heel leuk vond. De Ibiza vlogs, de vlogs met mijn vriendinnetje Nadie. En dan volgende week komen de Nederland vlogs eraan. Ik merk sowieso dat als ik meer doe, dat is leuk om te filmen en ook leuk voor jullie. Ja, ik ben dus benieuwd wat jullie daarvan vinden. Vinden jullie het ook leuk om de dagen te zien dat ik niks doe? En dat ik gewoon maar wat brabbel en vertel over mijn dagelijkse dingen? Of hoeft dat niet zo? Merk sowieso dat het ietsje rustiger is bij de vlogs en ook op mijn blog. Moet zeggen, ik denk dat het komt door de zomervakantie. Altijd rond deze periode van het jaar is het ietsje stiller op de social media kanalen. Ik merk het al 5 jaar lang met mijn blog. Elk jaar weer rond dezelfde tijd gaan de kijkcijfers iets naar beneden. Dus I guess dat het hetzelfde is voor YouTube. Maar het is het eerste jaar dat ik echt actief YouTube, dus voor mij is het nieuw. Dus ja, dat gezegd hebben, ga ik er vandoor. Doe vooral je duimpje omhoog als je het een gezellige vlog vond. Of je duimpje omlaag als je het helemaal geen gezellige vlog vond. En dan hoop ik dat je er morgen weer bent. Dankjewel voor het kijken. Tot morgen. Me cansé de echarte de menos, durmiendo en la misma cama, separados por...